even kijken. Wat voor das? Oh, die is goed. Deze? Ja. Lief zwarte. Ja. Of is dat de... Wat? Nee, die rode. Rokje. Rok. Ja, die. Ja, met een trui. Oh, nee. Ja. Nee, kijk. Ja. Dit zijn helemaal als lief. Wat doen met die knopen ook altijd? Geef mij maar een t-shirt of gewoon een trui. Ai joh, we moeten er toch een beetje leuk uitzien op onze trouwdag. Of heb je dat soms niet meer over voor je vrouw? Ja, natuurlijk wel. Maar dan vind ik het nog wel lastig. Zo'n das ook, dat zit zo strak, hè. Gewoon niet gewend. Hé, hey, hoe vind je dit? Hé, wat? Oh lieve, dat kan toch niet? Wat nou? Nou, die strepen met dat dessin van die strop, dat is de... Hoe vaak... Je moet dat witte hemd aandoen, dat past bij je pak. Oké. Ik dacht dat dit ook wel kon. En ik heb trouwens maar één sok. Weet jij waar die andere is? Zit aan je voet, lieverd. Verrek. Wat heb jij trouwens met Tim afgesproken? Hij blijft zeker bij Freddy eten. Ja, ze gaan eerst die brommen van Freddy repareren... en daarna gaan ze geloof ik een pilsje drinken in de stad of zo. Maar hij zou het niet te laat maken, zei hij. Een pilsje drinken, ja, dat kennen we. En wat is niet te laat? Ja, dat heb ik niet gevraagd. Die jongen is 17. Hij moet zo langzamerhand zelf enige verantwoordelijkheid kunnen dragen, hoor. En bovendien, het is vandaag vrijdag. Hij kan morgen de hele dag uitslapen als hij wil. Ja? Ja? Bijna vergeten. Kom nou, we hebben nog maar een kwartier. Ik moet ook nog een plekje voor de auto vinden. Wij vrouwen gaan nooit onvoorbereid van huis. Portefeuille? Hoezo? Jij zult erop betalen. Hè? Wij mannen gaan ook nooit onvoorbereid van huis. Zullen we? Ik moet er echt niet uit. Nee, laat maar eens veiliger. Dank u wel. Nou, dat noem ik nog een poppen, zeg. Een parkeerplaats vlak voor de deur. Ja, hartstikke mooi. Ik kan niet meer stuk. Nou, en ik... Die zijn wij ook. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja, met die tweetjes. Ja. U had gereserveerd vanavond. Ja, daar, ja, Dijkstra. Inderdaad. Kan ik uw jas even aannemen? Goed. Dan gaan we deze kant op, sorry. Ja. Dank u wel, meneer. Dank u, meneer, alsjeblieft. Wilt u alvast iets drinken? Ja, ik heb eigenlijk wel trek in een flesje huiswijn. Rood? Rood? Ja, een flesje huiswijn. En de kaart voor u, alsjeblieft. Dank u wel. Oh ja. Oh ja.
Ja, een mooie tuxedo. Hè? Heb jij dit ook wel eens? Dat is een mooie tuxedo. Dat is mijn broek bij je, man. Nee, joh. Nee, joh. Nou, ik heb liever een pilsje. Ach, jij altijd met je pils. Een wijntje op zijn tijd is best lekker, hoor. En dat hoort bij een feestelijke gelegenheid zoals dit. Pittig, zeg. Stop water, hoor. Ik hoorde vanmorgen zo'n raar verhaal op de zaak. Martin, weet je wel? Nou, die loopt van de week door de stad. Komt er aan de andere kant een groep jongens, een stuk of 8... maken zich breed op de stoep, zodat hij er niet langs kan. Moeten zich er echt doorheen wringen, zegt de een. Jezus, wat heb jij een rotkop, zeg. Wat? Ja. Wat zei Martin doen? Dat weet ik niet, het is gewoon doorgelopen, denk ik. Maar snap jij dat nou gewoon? Jezus, wat heb jij een rotkop, zeg. Slaat het nou op? Volgens mij doen ze het alleen maar om te jennen. Maar wat hoezo? Wat? Nou, gewoon dat iets terug zegt en dan dat hij dan, nou, dat hij dan knal van zijn kaas kan krijgen. Dat is onvoorstelbaar. En net Martin, hè, die pakken ze dan. Een zielige jongen. Fles is leeg. Wilt u nog een flesje bij mijn wijn? Nou, nee, zo is het wel genoeg geweest. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, hallo. Zo, wat zeg jij? Hoi, ja. Goedemorgen. Jongen. Nee, kom op, hé. Zeg maar even wat. Jongens, ik burgerlul. Wat? Ik burgerlul. Wat? Ik burgerlul. Ik burgerlul, jongens. Ik ga over. Het komt me zo aan te gaan, joh. Dat is echt lekker. Hij heeft zijn bek aan over gedaan, joh. De hartje. Oh, ja, echt. Ja, echt. Nee, hebben wij nog niet genoeg gehad voor vanavond, jongens? Kloppe, ja, ik weet het niet. Spijt ontzettend beter voor je, maar het bier is op. Echt waar. Oh, echt? Ja, jongens, wat geen geheim. Oh, bier is op. We zetten er een bier op. Altijd hetzelfde. Wie wil een spaantje van de zaak? Sommige handen kwam er toch niet tegen. Is dit dan klopt? Jongen. Ja, dat werd zijn spaatje zelf gewoon opzuigen. Moet je vriendinnen vannacht ook niet naar huis te brengen. Ik ga wel een beetje kat, hè? Hey, hey. Afrekenen dan maar, jongens. Ja. Mag ik even chipt? Op, hey. Chipt? Jij bent hier om pilsjes te schenken. Beste jongens, zit daar niet al te zeiken. Best, wat best. 16,50 gaat. Geef van jou 7,50. Ja, oké. Ja, dank u wel. Het pasje is prima in orde zo, hoor. Dank u wel. Ja, heeft u het gezellig gehad? Ja, dat is heerlijk. Dan neem ik u mee naar de jas. Heerlijk. Hey, heb jij nog 3 gulden? Dan ga ik even bier halen. Ja, dat hey, jongens. Hey, je moet hier niet bezig zijn, bier is op. Hè? Dat geloof ik graag dat ik jullie aan het was een beetje gezellig. Ja, dat was hartstikke gezellig. Ja, ga je mee dan, Mark? Hey, we gaan even een biertje drinken, even poelen en dan zien we straks. Hoi. Hoi. Goed. Dat vond ik... Oeh, schat. Dat vond ik iets minder gewoon. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd. Dank u wel weer. Hey, ja, we zijn niet dus echt... Hey, dat, ja, maar ik dacht... Ik was hoor, ik denk dat... Thomas, klote, hier! Ik loop op zijn brapad! Dat spot! Ja, ja! Kijk, man! Hey, die! Lekker bezoek, man, hè? Lekker drink!
Jaap, ga er langs voordat er erge dingen gebeuren. Schrik. Ja, nou hoe dan? Dat was er heen zeker. Ze wordt bang, joh. Ze gaat huilen, joh, zo. Nee, man. Dit, ja, man. Ja, doe wat beter, jongen. Hou op voordat ze aanvallen. Even moet je niet mee, man. Rij voor mij voor mijn kloot. Dat zacht. Hij is zacht. Hij stopt toch op tijd. Hij is excellent. Als ik hier wil blijven staan, dan blijf ik hier staan. Hey, het hoeft ons toch niet te doen, kijk maar. En ze zongen doen we jou ermee op de kut. Bro, op, man. Kijk door. Gelijk, Louis, dit kan niet meer. Dit is geen geintje meer. Kom op, laten we er allemaal spijt van krijgen. Wat ben jij een lul, zeg? Je lijkt net zo'n trut als Sandra. Fransje durft niet meer, Mietje. Hé, hey, jongens, hou er mee op. Laat die mensen gaan. Het is nou wel leuk geweest, hè? Pak eens een politieauto, weet maar ze echt hel. Ga je bek, ouwe. Godom, die koket in je muil, stop. Ja. Heeft u wat gedronken, meneer? Jezus! Staat er bij? Ja, ik heb het gezien. Gewoon een paar glaasjes wijn bij het eten, meneer. Een paar glaasjes. Een hele fles zal ik bedoelen. Ja, ik ken die strop naar figuren. Etentje van de baas, en dan is er geen olie. Agent, je moet die jongens laten blazen. Die hebben te veel gezogen. Natuurlijk moet die blazen. Hij eet dan gewoon door, die idioot. En dat met een fles wijn op ook nog. Nee, die meneer die heeft het zelf gezien, hoor. Die meneer heeft het zelf gezien. En ik heb het ook gezien. Ook als je nuchter is. Spijt me, meneer. Je moet toch even mee naar de politie. Er is helemaal niks. Die jongens die sprongen op onze motorkap. De ruiten is eruit. We hebben ons met messen bedreigd. Rustig maar, ga toch even de ontspanning naar het bureau. Zie je het alweer gelijk had?
Ze nemen ze niet voor niks mee. Stop, gaat hij gewoon even. Ik probeer het nog aan te houden. Hij praat je nog aan, joh.